Een groeiende inkomenskloof wereldwijd en de armsten die ook in ons land het gelag betalen. Het zijn harde cijfers die deze dagen bekendgemaakt worden. Bij de oplossingen die politieke partijen voorstellen, liggen die van de PvdA en Open VLD misschien wel het verste uit elkaar. Peter Mertens gooit tegenwoordig hoge ogen met zijn boek Graailand. Gwendoline Rutte wilde op haar nieuwjaarsreceptie af van jaloezie op succes. Zometeen gaan ze in debat. Peter Mertens, voorzitter van PvdA, en Gwendoline Rutte, voorzitter van Open VLD. Ik ben tegen het extremisme in de politiek. Dat klinkt misschien raar. Ja. Ik ben voor een radicale oplossing. Het is een communistische partij die sympathiseert met alle communistische regimes over de wereld. Dat lijkt mij een beetje een sprookjes van Grimm. Het is dan ook heel veel nonsens wat u vertelt in hele korte tijd. Ik hoor het u graag zeggen. U jaagt mensen schrik aan terwijl wij hier vertrekken vanuit een individu. Ik hoor het trouwens graag zeggen dat men de belastingdruk niet gaat verhogen. Dat is onzin. Ja, maar in de begroting. Als u het mij laat zeggen, zal ik het u uitleggen. Kijk. De vraag is dus, waar zit dat geld? En een deel is gebruikt om de banken een beetje op te poetsen. Om het met een boutade te zeggen, hè, wat heb je aan gratis standverzorging als je gewond hebt? Het maakt mij uit wat er gebeurt in de economie vandaag en hoe dat wij met een systeem bezig zijn dat opnieuw geld pompt en dat opnieuw naar die nieuwe bubbels gaat. Maar kijk, de strijd tussen de ideologieën die is volop terug. En hier zitten ze, Gwendoline Rutte, voorzitter van Open VLD, en Peter Mertens, voorzitter van PvdA PTB. Goedenavond. Goedenavond, welkom allebei. Meneer Mertens, laat ik bij u beginnen. Mevrouw Rutte, zei u, is uw ideale sparringpartner. En u noemt daar ook tientallen keren in uw boek. Wat bedoelt u eigenlijk met die ideale sparringpartner? Ik denk dat we na de bankencrisis van 2008 een systeem hebben gezien dat een beetje geïmplodeerd is. En we zijn eigenlijk al 8 jaar zoekende hoe dat wij uit die puinhopen van het neoliberalisme komen, uit die puinhopen van het laissez-faire, laissez-passer-tijdperk, waar er geen limiet was op niks, waar alles moest ontregeld worden, waar er geen regeltjes gingen zijn. We hebben gezien dat heeft... En wat heeft dat te maken met mevrouw Rutte? Nee, dat heeft niet met haar als persoon te maken. Dat heeft met de ideologie die zij vertegenwoordigt en die zij ook heel graag vertegenwoordigt natuurlijk te maken. Het kon niet op in heel die periode van neoliberalisme. En daar stelt u uw ideeën graag tegen. Het heeft geleid tot de bankencrisis. En wij zien nu gewoon dat die ideologie blijft verder gaan. En dat de rijken rijker worden, armen armer worden, nog steeds. En dat zij dat blijft verdedigen, heel fel, heel dapper, die 1% blijft verdedigen in onze maatschappij. Ja, we zijn nog maar net bezig en de onzin begint al. Ik noem ons geen sparringpartners. We zijn gewoon compleet tegenovergesteld qua maatschappijvisie. Ik geloof in vrijheid, ik geloof in vooruitgang. En we hebben gezien dat we de afgelopen jaren wereldwijd op tal van vlakken ook vooruitgang hebben geboekt. Hè. Er is minder armoede dan ooit tevoren, er is minder kindersterfte dan ooit tevoren. De geletterdheid in de wereld gaat vooruit. En dat is allemaal te danken aan een vrijheidsmodel waar mensen als individu zelf hun keuzes mogen maken. Dus, en ik wil dat ook één keer wel gezegd hebben. Mijn ideologie staat voor een succesmodel. Overal waar uw ideologie is toegepast, heeft dat geleid tot extreme armoede en onderdrukking. En uw eigen mensen, met permissie gezegd, nemen daar ook geen afstand van. Vorige maand nog. Ik ga nog even een vraag stellen, omdat het over die verhouding met elkaar gaat. Ideologisch zit het ver uit elkaar, daar gaan we het zo meteen inderdaad dieper over hebben. Maar u hebt ook uw beklag gemaakt over een extreem links even gevaarlijk als extreem rechts in een opiniestuk. Daar blijft u bij? Ja, extreem rechts, hè, dat leidt tot rassenhaat. En extreem links, dat leidt tot klassenhaat. En dat zijn allebei extremen. We moeten ons daar goed van bewust zijn. Communisme in Wallonië zegt daar zou een cordon moeten rondkomen. Vindt u dat ook? Ik ben heel formeel. Ik ga nooit besturen met de PvdA. Ja. En ik vind ook dat zij afstand moeten nemen van een aantal zaken. Zoals in Cuba, waar homo's en homo's mag reageren. Ja.
Kijk, mevrouw Rutten heeft nu een aantal zaken op een hoopje gegooid. Dat doet ze vaak. Als je bekijkt die cijfers over de vooruitgang in de alfabetisatie, dan gaat het over 1-2 grote landen, goed maar, in het zuiden van de planeet, met name China, India, die alle indicatoren naar boven trekken. Maar wat hebben we deze week gezien? Dat is zo'n goede zaak, hè? Ik zeg het goed zo, dat is een prachtige zaak. Maar wat hebben we deze week gezien? En daar zwijgt u over, daar fietst u omheen. Namelijk dat Oxfam een rapport heeft naar voren gebracht, waarin staat dat op dit moment de ongelijkheid de wereld doet kreunen. En dat wij nog nooit zoveel ongelijkheid hebben gezien. Deze planeet kreunt onder het feit dat je langs de ene kant 8 multimiljardairs hebt, aan de andere kant 3,6 miljard mensen. Dat is geen kwestie van cijfertjes, dat is een kwestie van democratie. En dat is het resultaat van 20, 30 jaar neoliberalisme, dat alleen maar een bedieningspolitiek is, een graaipolitiek bedient, die 1%. En dan zie je systemen, fiscale systemen bijvoorbeeld, waarbij dat diezelfde kliek haar geld, haar miljarden verbergt in Panama, in Bahama en zo verder, met postbusbedrijven, een heel ingenieus systeem opbouwt en duizenden miljarden euro wegsleept die hier onttrokken worden aan de staat en aan de overheid. Ja. En u verdedigt dat systeem. U zegt letterlijk, mevrouw Rutte, in een opiniestuk, ongelijkheid is goed, maar dit soort niveaus van ongelijkheid, met alle respect, kan de wereld niet aan. Uw opinie over ongelijkheid? Ja, inderdaad. Ik gruwel eigenlijk echt van een wereld waarin we allemaal gelijk moeten zijn. Ik heb u rustig laten uitspreken. Als we dat doen, kijk naar Noord-Korea, wat dat geeft, dan moeten we allemaal in een uniformpje lopen, dan moeten we allemaal gelijk zijn. Maar die ongelijkheid wegwerken, wel? Ja, ik heb dat rapport van Oxfam gezien en er is inderdaad ongelijkheid in de wereld en dat moet ook worden aangepakt. Maar datzelfde rapport van Oxfam, meneer Mertens, datzelfde rapport zegt ook dat België een van de meest herverdelende landen ter wereld is. Wij doen hier aan politiek. En wat u wil doen, is hier in België nog meer herverdelen. En ik zeg, we hebben hier iets anders nodig. We hebben hier meer vrij initiatief nodig. Meer zelfstandig ondernemerschap nodig. Wij willen die taart groter maken, zodanig dat iedereen kan vooruitgaan. Want we hebben het eigenlijk goed in dit land. We moeten het nog beter maken. U wil voortdurend die taart verdelen. En dus u streeft naar een gelijkheid die niet de mijne is. Mensen hebben het nodig, om gelijke kansen te krijgen in het leven. En vervolgens moet je die kans kunnen grijpen en iets grotere taart niet herverdelen. Ja, maar wat betreft de drie rijkste mensen in ons land, het rapport van Oxfam en wat ook Forbes naar voren brengt, dan zie je dat iemand als Albert Freyer evenveel bezit als 2,2 miljoen andere Belgen. En dan heb ik inderdaad een ander concept van gelijkheid en van vrijheid. Want dan zeg ik, de gelijkheid van één iemand die de rest van de vrijheid en gelijkheid van 2,2 miljoen andere burgers opeet, daar hebben we een probleem. En ja, voor die groep, niet voor de middenklasse, niet voor de andere mensen, maar voor die toplaag, voor die multimiljardairs, daar zal je met een herverdelingsproject moeten afkomen. En daar zal je bijvoorbeeld met een miljonairstaks moeten afkomen, omdat wij anders die spanning tussen die kleine groep en de grote 99% van de mensen niet aankunnen. En ik wil nog één ding zeggen. Als je bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen bekijkt, u hebt daar mevrouw Hillary Clinton met heel veel verve gesteund. Mevrouw Hillary Clinton heeft verloren tegenover het rechtspopulisme van meneer Trump. Omdat waar het establishment... Waar u het protectionisme mee deelt, hè? Ik ga het u uitleggen. Omdat bijvoorbeeld Hillary Clinton de hele tijd het establishment heeft verdedigd en de hele tijd alle problemen heeft ontkend. Er is geen probleem, we doen het allemaal goed. Sanders had kunnen winnen tegenover Trump. Dat zijn Amerikaanse verkiezingen, miljonairs. Weer heel veel dingen bij elkaar. Eerst en vooral, als u het dan toch over populisten heeft, die populist heeft gewonnen, hij heet Trump. Ja, en we zullen kijken wat het brengt, want u deelt zijn recepten. Nee, Sanders. Ik heb Sanders gesteund. Het gaat helderder zijn voor de kijker als iedereen een beetje eerlijk is. Dus protectionisme om de grenzen te sluiten, om niet aan vrijhandel te doen, uw verzet tegen vrijhandelsakkoorden, deelt u met meneer Trump. Dat is één. Ja, wat is uw reactie op het voorstel van een miljonairstaks? Ik kan me niet voorstellen dat u enthousiast bent als u zelf zegt op uw nieuwjaarsreceptie een meerwaardebelasting komt er niet. Geen goed idee. Kijk, wat is het probleem? Het klinkt natuurlijk heel goed om te zeggen we gaan naar de superrijken. Maar in alle samenlevingen waar communistische partijen zoals die van meneer Mertens het voor het zeggen hebben, heb je geen superrijken.
heb je geen rijken, heb je geen rijke middenklasse, Frankrijk. Heb je geen, gewoon geen middenklasse. Daar heb je alleen armoede. Maar wat stelt u dan voor? Eigenlijk, wat stelt ja, dat ga ik duidelijk zeggen. Leidt tot armoede, dat is wat u zegt. Ja, ik vind... Bijvoorbeeld in Frankrijk bestaat ze, impôt de solidarité sur les fortunes bestaat. In Frankrijk al 10 jaar, brengt elk jaar 4 miljard en euro Frankrijk op. 98,7% van de miljonairs blijft wat stelt in Frankrijk. U voor, Frankrijk doet het slechter dan België. België is op het vlak van gelijkheid en herverdeling een beter voorbeeld. Wat ik voorstel, is dat we meer ondernemerschap nodig hebben. Geen afgunst nodig hebben. Minder belastingen voor ondernemers ook? Minder belastingen, uiteraard. Dat is het voorbeeld. Wat ik meneer Mertens nooit hoor zeggen en waar ik hem nooit naartoe hoor gaan, is gaan praten met zelfstandigen die schulden maken om hun eigen zaak te beginnen. Die geen vakantiedagen hebben. Geen betaalde vakantiedagen. Die geen anciëniteit hebben. Als zij ziek zijn, dan is hun zaak toe en dan hebben zij geen inkomen. En wat doen die mensen? Die werken 7 dagen op 7. Die bouwen aan een zaak. Die doen dat een heel leven lang. En als dat dan succesvol is, dan komt u langs en dan zegt u, kom maar, afgeven en betalen. Ik heb vorige week een brief gekregen. U zegt jaloezie, u zegt het is gewoon oneerlijk. Over wat betreft die zelfstandigen en de mythes daar rond. Vorige week kreeg ik een brief van meneer Yves uit Ronsen. Die heeft een frituur. 55.000 kilowattuur verstookt hij met zijn frituur. Die schrijft mij een brief. Weet wat hij zegt? Waarom moet ik elk jaar 1.300 euro turteltax betalen voor zonnepanelen die ik niet heb? Die vraagt dat aan mij. Ik heb een antwoord. Meneer Yves van de Friteur uit Ronsen, vraag dat aan de Open VLD. Zij hebben die belasting ingevoerd. Als het van ons afhangt, dan valt die turteltax. We hebben een alternatief op tafel gelegd. En u als het van jullie subsidieert, afhangt, u subsidieert mensen zoals Fernand Huts met zonnepaneelplantages voor 12 miljoen euro per jaar. Frituuristen, zelfstandige mensen, gewone gezinnen die geen zonnepanelen hebben, moeten die taxen allemaal betalen voor een groot bedrijf. Ik ben op ronde. Ik heb daar deze week gesproken met iemand die een eigen zaak heeft en die bijna met tranen in de ogen tegen mij kwam zeggen, hoe is het mogelijk? Een gans leven lang heb ik hard gewerkt. Ik heb iets opgebouwd. Ik heb voor mijn eigen pensioen gespaard. En ik heb iets bijeen verzameld en voor gewerkt. En nu, vandaag, komt de PvdA af en die komen mij dat afnemen. Nee, dat zijn uw voorstellen. U gunt het niet. Wij hebben toch de duurstoftax niet ingevoerd. En wat de energiefactuur betreft, vind ik al wel eens belangrijk om te zeggen, dat zijn de puinhopen van de gratis politiek waar u voor pleit. Sorry. Dat is waar gratis sinds toe leidt. Sinds 2000 zit u in de Vlaamse regering die het heeft geliberaliseerd. Wij hebben niet in de Vlaamse regering. Jawel, in 2000, heeft u samen met de Groenen en met de Socialisten de energie geliberaliseerd. Hier is duidelijk dat jullie er anders over denken. We gaan dit even afronden, want ik wil nog een ander thema aansnijden. Namelijk iets waar u op uw nieuwjaarsreceptie ook op hamerde. Mm-hmm. Veiligheid is een belangrijk thema. U hebt u ook uitgesproken over migratiepolitiek. Waarom nu opeens? U had daar braakliggend terrein te veroveren? Nee, ik vind mensen maken zich daar grote zorgen over. Mensen maken zich zorgen over de toenemende radicale islamisering in onze samenleving. En er lijkt een soort parallele samenleving te ontstaan waar de wetten van de sharia gelden, waar mannen en vrouwen elkaar geen hand meer geven. En dan vind ik, we hebben jarenlang gestreden voor onze individuele vrijheid. En dat is het basismodel hier waar onze samenleving op gebaseerd is. Mm-hmm. Dan vind ik niet dat we dat mogen laten gebeuren. Die twee maten en de twee gewichten. Hè. Dus ik denk als u op tournee gaat, dan zal u dat ook wel horen. Want dat zeggen ongelooflijk veel mensen. Twee maten, twee gewichten. Want inderdaad... Voor wie en wie? Waarom gaat het Ik heb het nu bijvoorbeeld over de vrijheid... Wat u voorstelt op het vlak van migratie, helemaal niet. Maar lees een keer... Nee, dat staat niet in ons programma. Oh, jawel. Nee, zeker geen niet. Geen buitengrenzen? Nee, wij vragen het respect voor de conventie van Genève. U wil Dublin afschaffen? Bijvoorbeeld, nee, helemaal. Dat staat in uw eigen werk. Wat betreft gelijkheid man en vrouw, u bakt zoete broodjes met Saoedi-Arabië. Weet u wat de positie van vrouwen in Saoedi-Arabië is? Ze hebben geen eigen identiteitskaart. Ze staan op die van de man. Maar wat mogen geen auto u dan wel voor, nee. Maar u steunt Saoedi-Arabië. U haalt Saoedi-Arabië naar de Antwerpse haven. U haalt de grote moskee naar Brussel in de jaren 70, Rode Loper uitgerold. En u haalt dat regime, dat het salafisme hier verspreidt, dat haalt u aan. En dus vanaf dat er financiële belangen in het spel zijn, dan valt uw principes weg. Dus in Antwerpen noemen ze dat geen
neoliberalisme. In Antwerpen heten ze dat opportunisme. Okay, nu mag mevrouw Rutte reageren en dan wil ik weten wat ik heb, u zelf voorstelt. Uw werkgroep op het vlak van migratie heet Vriendschap zonder grenzen. Daar staat in dat u Frontex wil afschaffen. Dat is het agentschap dat onze buitengrenzen beschermt. U wil geen buitengrenzen. U wil een vrije toegangspas, staat in uw eigen teksten. Een vrije toegangspas en asielhoppen voor elke asielzoeker naar het land van keuze. Wie is hier eigenlijk voorzitter van de PvdA, mevrouw Rutte? Ja, dan zou u eigen programma moeten kennen. Alsjeblieft. Wat stelt u voor dat u eigen programma... Zegt u dat in de Volkswijk? In ons programma staat respect voor de conventie van Genève. Een humaan spreidingsstop waar wij niet tegen kunnen, in situaties zoals vandaag. Vandaag vriezen mensen dood in Griekenland. Vandaag heeft Europa een koelhandel. Maar dus geen mensen terugsturen naar Griekenland? Er moet een spreidingsplan komen in de Europese Unie. Dat en er moet een respect komen. Wil men in de Unie ook alleen? Nee, ik zou het willen weten. Niet doorgevoerd. En er moet een respect komen van de conventie van Genève. Die zit met een partner in de regering die gewoon de rechtsstaat naast zich neerlegt. Die uitspraken van de rechtbank naast zich neerlegt. Dat moet u zelf met die persoon. Over het respect voor de rechtsstaat, mevrouw Rutte. U zit met een partner die die rechtsstaat niet wilt respecteren. Het gaat nu wel over de ideeën tussen u beiden. Als ik heel even mag. Eigenlijk vast dat u rond die vraag heen fietst. Wat u wil, is dat asielhoppen mogelijk is. Wat u wil, is dat er een vrije toegang komt tot geld. U zet de poorten van Europa open. Wat ik wil weten... Van Genève wordt gerespecteerd. Ja, allebei. Wat ik graag wil, wat ik me afvraag, is of u dat in de Volkswijken durft vertellen. Inderdaad, wij gaan tegen de stroom in. Wij lopen niet de N-VA achter. U doet het heel slecht in de peilingen. En wat doet u nu? U loopt de N-VA achter wat betreft islamhaat. Dat is het gereinste opportunisme. De punten zijn gemaakt, meneer Mertens, mevrouw Rutten. We gaan er hier niet uitraken. Het is duidelijk. De standpunten liggen ver van elkaar. Dank voor de komst. Dank voor dit debat.